Wat vind je van Timmermans met zijn prestatie 8 zetels? Nou, ik weet niet of het Timmermans zijn prestatie is. Kijk, het was wel duidelijk dat Wilders alles had gezet op een tweestrijd met GL GroenLinks. En dat hij daarom gek genoeg met een spectaculair positieve uitslag ontevreden was. Omdat hij die gewonnen had. Ja. Eickhoff is volgens mij bij GroenLinks PvdA de lijsttrekker, toch? Ja. Bas Eickhoff. Ja, precies, Bas Eickhoff. En volgens mij een heel nuttig parlementslid in Brussel. Maar nou niet iemand die als Bas Eickhoff hier door de straat zou lopen, wordt hij niet door andere mensen aangesproken. Zegt, oh meneer Eickhoff, dat is wat leuk dat ik u zie. En mag ik een foto met u, wat leuk. En wilt u de groeten doen aan Ursula? Ja. Weet je wat grappig is? Ik was van de week op de markt bij het station in Utrecht. Liep Mirjam Bikker van de ChristenUnie. Ja. Dat dacht ik wel eventjes van. Ja, die zie je natuurlijk vaak. Die herkende jij, maar de rest van de marktbezoekers hadden haar helemaal niet herkend. Nee, ze kon daar redelijk anoniem rondlopen. Volgens mij was ze met haar moeder daar, als ik het goed zag. Ja, ik heb de verhaal over Piet de Jong toch verteld. Ja, in de stationshal. De man is 5 jaar minister-president in Nederland geweest. Geen mens had enig idee wie het was. Ja. Terwijl het een hele verdienstelijke politicus enzovoort enzovoort was. Denk je dat Timmermans zich prettiger voelt rondom thema's zoals Europa dan de landelijke? Ja, dat is natuurlijk zonneklaar. Ja, hij heeft een hele behoorlijke reputatie opgebouwd in Brussel en hele nuttige dingen tot stand gebracht die jammer genoeg direct na zijn vertrek om allerlei electorale redenen weer teruggedraaid zijn. Ja. Al is een deel van die groene agenda, die valt helemaal niet terug te draaien, want die is wettelijk verankerd, dus dat trouwens in Nederland ook. Want die Green Deal was toch wel revolutionair. Ja, en voor zover die wettelijk verankerd is, is er in feite niet zoveel veranderd. Maar wat er waarmee geschoven kon worden, is geschoven. Hmm. Ik moet je zeggen, ik was aanvankelijk van plan om D66 te stemmen. Maar toen dacht ik, ja, ik ga toch maar strategisch stemmen. Ja, slim. Dus ik heb uiteindelijk toch GL PvdA gestemd. Ja. Die tenslotte natuurlijk na de verkiezing in 2 verschillende fracties in het Europarlement terechtkomen. Ja, dus dat is ook niet zo erg natuurlijk. Ze hebben er wel eentje verloren ten opzichte van 5 jaar geleden. Hè? Dus dat wordt altijd met die statistieken wordt dat vergeleken. Ja, wat dat betreft is het eigenlijk een beetje een Pyrrhus-overwinning. Maar goed, ja, het ging allemaal. Want ik bleek dat Geert toch nogal op de tintjes vertrapt was. Dat hij niet gewonnen had. Hij was ontevreden. Het was mooi, maar het was nog mooier geweest als hij 1 stem, 1 zetel meer had gekregen. Wat we overigens helemaal niet zeker weten hoe dat waren. Natuurlijk exit polls en die zijn notoor onbetrouwbaar. Dus je moet maar even afwachten wat dat. We krijgen dan wel zondag, omdat het natuurlijk tellen in Nederland wel gewoon gebeurt. We krijgen wel zondag dan meteen na sluiten van de stembus in de rest van Europa. Mag ik het nog even zeggen? In de rest van Europa mag je wel op zondag stemmen. Ja. Dan krijgen we wel meteen de uitslag. Precies, daar moeten we het zo even over hebben. Maar eerst eventjes over de groei van de PVV. Van 1 de vorige keer naar 7 ja, nu. Ja, dat geeft voorlopig ook te denken over het algemeen verstand van de kiezer. Die dus 5 jaar geleden helemaal niet geen enkele PVV erin had gestemd. Daar is er toen toch 1 ingekomen. Ik dacht dat die De Graaf heette. En die is al snel overgelopen naar Forum voor Democratie, als ik het wel Die er nu 0 hebben. Die er helemaal niet meer in komen. Wat goed nieuws is, toch? Maar goed, je ziet dus dat de kiezer van voren ook niet weet of die van achter geleefd. Het is natuurlijk vreemd dat je bij de ene verkiezing 0 zetels krijgt en bij de volgende verkiezing praktisch de winnaar van de verkiezingen bent. Dat is gewoon vreemd. Dat geeft aan dat de kiezer maar wat doen. In naar mijn gevoel. Het waren domme oren, heb je ze al eens genoemd, hè? Veel kiezen. Nou, dat domme oor moet enigszins gekwalificeerd worden. Er zijn ongetwijfeld heel intelligente mensen bij. Alleen hebben ze geen interesse in de politiek. Of althans heel weinig interesse in de politiek. Waardoor ze er heel weinig van afweten en weinig rationele keuzes maken. Maar ook stemmen en participeren in een democratisch systeem is een kwestie van de ratio. Je moet niet te veel op je gevoelens koersen. Want die spelen eigenlijk wel een enorme rol in de politiek, maar in feite op een falsificerende manier. Dus er is een verschil tussen waar je gevoelsmatig op zou stemmen en waar je op zou stemmen als je er eens een keer rustig over na zou denken. Ja, dat denk ik wel, als je er een beetje over nadenkt. Ik begrijp wel dat veel mensen gebruik maken van de kieswijze. Dat is al een enorme stap voorwaarts, moet ik zeggen. Wij hebben het ding ook samen ingevuld en kwamen eerst terecht tussen PvdA en D66. Dus nou ja, dat klopt dus een beetje met wat ik dan tenslotte heb gedaan.
Maar kun je zeggen dat Wilders veel mensen heeft gemobiliseerd die nooit zouden gaan stemmen, maar nu wel zouden gaan stemmen? Dat zou een goede mogelijkheid. Omdat natuurlijk de PVV-uitslag van 22 november, daar waren ook de 12% van de toen kiezers van de PVV, waren mensen die eerder niet gestemd hadden. Ja. Dus de PVV heeft wel zeker het talent, en Geert heeft zeker het talent, om mensen die nog algemeen zeggen, ik heb er niks van hebben, het is allemaal flauwekul, het is allemaal leugen, praten, onzin enzovoort. Die heeft wel het talent om die mensen naar de stembus te krijgen. En een deel of van... ze daar dan tenslotte met die stem erg veel bereiken, dat is dan weer een tweede vraag. Maar gezien mijn theorie natuurlijk is dat populisten zijn magnifieke politici in de zin van het theater van de politiek en de retoriek van de politiek. Wat zei Geert, de zon gaat weer schijnen in Nederland. Maar het idee van nu op dit moment is dit even uitgesteld, zie ik. Maar goed, de zon gaat weer schijnen in Nederland. En dat je denkt, wat heeft hij gejat van, denk ik althans, van de campagne van Ronald Reagan in 84. It's morning again in America. Overigens een fantastische campagne, echt geweldig. Puur sentiment, niets met politiek te maken. Ja, dat is knap hoor. Ja, en dus de zon gaat verschijnen in Nederland. We hebben de Nederland weer teruggegeven aan de burgers. Dat zal voor veel burgers nog een lode last worden om het vaderland mee te torsen. En daarna, wat fijn is wel als ze buiten komen, het zonnetje schijnt weer. Heerlijk, heerlijk. Dat ook de PVV over de zonneschijn gaat, dat is ook toch fantastisch om te ontdekken. Maar goed, ik dwaal af. Populisten zijn meesters van het politieke theater. Populisten zijn meesters van de retoriek die nu eenmaal bij het politieke theater hoort. Maar struikelen eigenlijk bijna altijd als ze beleid moeten voeren. Aangezien ze geen flauw idee hebben hoe ze de problemen moeten oplossen waar zij in feite politiek theater mee voeren. Dat is het eigenlijk. Ja, je kan zeggen het zonnetje schijnt weer, maar daar hebben we niet veel aan, hè. Ja. Sterker nog, het zonnetje schijnt eigenlijk iets te veel tegenwoordig in Nederland. En als je nou kijkt naar al die stemmen, dan heeft Nederland meer progressief gestemd en dus ook meer voor Europa dan tegen Europa. Want volgens mij zijn 16 zetels progressief. Dat is in Nederland een heel raar ambivalent punt naar mijn idee. A, moeten we toch constateren, treurig genoeg, dat minder dan 50% van de Nederlandse kiezers überhaupt zijn stem heeft uitgebracht. Dat is al bedroevend. Je moet daar realistisch in zijn in die zin dat de kans dat 100% van de kiezers hun stem zal uitbrengen, die is nul. Ja, want ook bij onze parlementsverkiezingen koersen we ergens tussen de zeg maar 75 en 85%. Dat is overigens comparatief hoog. Dat betekent dat er ook in Nederland vertrouwen is in de parlementaire democratie. Kennelijk zijn we niet in staat om dat ook bij al die andere verkiezingen op hetzelfde niveau uit te voeren. Ja, dan moet je het verplicht stellen, zoals in België. Ja, we hadden vroeger verplicht stemmen. Hè. Je moest 4 gulden boete betalen, geloof ik, als je niet ging stemmen. Je begrijpt dat er niet nageleefd werd, is natuurlijk niet na te leven. Dus een volstrekt hopeloze zaak in feite. Dus je moet er wel rekening mee houden dat wat de verkiezing ook is, dat je altijd 25-30% onder de 100% scoort. 70% is veel al voor veel verkiezingen. Bovendien hebben we wel erg veel verkiezingen. Want je hebt namelijk provinciale staten, je hebt de gemeenteraad, je hebt de euroverkiezingen en je hebt parlementaire verkiezingen. En dan heb je nog tegenwoordig vaak in de combi waterschapsverkiezingen. Precies, ja. Dat is misschien ook wel, ik heb ook wel eens een stukje volgens mij van Tom Jan Meijers gelezen. Die had zo'n buurt in Gouda waar die dan ging vragen, wat vindt u er eigenlijk van? En dat veel mensen zeiden, ja, we kunnen wel aan de gang blijven met die verkiezingen. Je hebt je ene stembiljet nog weer niet weggemaakt en opgezocht. Of hup, je moet weer opnieuw gaan stemmen. Dus ja, ik weet niet of dat een factor is, maar het is heel lastig om provinciale staten, gemeenteraad en Europa boven de 50% krijgen. Er wordt wel gezegd, als je het combineert, dat je zegt van oké, we doen landelijke verkiezingen combineren met Europese verkiezingen, dan komen er meer mensen. Dat zou denk ik wel het geval zijn. Ook is dat natuurlijk ook weer, dat zou ook wel allerlei complicerende factoren met zich meebrengen, maar dat kan ik slecht beoordelen.